Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En het is vandaag 26 januari 2022. En vergeet de video niet een like te geven. Als je de content kunt waarderen, abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we gaan kijken naar de grafieken. Vanavond om 8 uur onze tijd is er een FOMC meeting. En dat zou zomaar eens een hele belangrijke meeting kunnen zijn. Want daarbij gaan ze dus aangeven wat ze gaan doen met de renteverhogingen in de komende tijd in ieder geval. Dus vanavond om 8 uur is dat in ieder geval. En de vraag is, wat gaan ze nou dan exact doen? Want ze moeten iets doen vanwege de inflatie, maar een te hoge renteverhoging, dat gaat zorgen voor een verdere dip en meer rood. En het kan uiteindelijk ook resulteren in een recessie, omdat de markt al overhit zijn. Een te lage renteverhoging of geen verhoging en de markten die gaan groen door. In ieder geval voor de eerstkomende maanden. Maar goed, dat is ook weer niet goed voor de inflatie, want dan gaan de prijzen omhoog en dan wordt het volk weer opstandig. Dus hoe dan ook hebben ze een lastige situatie. En het kan vanavond beide kanten op gaan. Dus bereid je ook zeker voor. Heb je hodlposities? Wil je die niet naar nul zien gaan? Zet stoplosses. Maak een plan. En hopen dat we in ieder geval weer richting de 40.000 op zijn minst kunnen gaan. En potentieel hoger. Maar het zal afhankelijk zijn van wat ze vanavond gaan vertellen. En het kan natuurlijk ook wel zijn. We hebben in de afgelopen weken een goede prijsdaling gezien. Dat het inmiddels is ingeprijsd. Dus ook als ze zeggen dat ze de inflatie gaan verhogen. Maar op een rustige manier, zoals ze eigenlijk al aangeven, zou het kunnen zijn dat we de bodem hebben gezien voorlopig. Goed, ander nieuws. Thailand wil Bitcoin gaan reguleren, maar dat willen ze wel doen als betaalmiddel. Dus dat is positief. Het is wel omdat ze financiële stabiliteit willen houden. En daarom denken ze ook dat ze Bitcoin moeten gaan reguleren in ieder geval. Goed, de S&P 500. Hier zien we in ieder geval consolidatie, low, high, higher low, lower high, higher low. En we zitten nu eigenlijk in het midden. En in mijn ogen is dit consolidatie dus en ook stilte voor de storm voor vanavond. Wel zitten we nog onder de 200 daily moving average. Dat is niet heel erg sterk. Dus wat we hebben gezien is een hele sterke hammer candlestick. Vervolgens gisteren wat rood op de dag. En vandaag zien we weer wat groen. Dus de bulls hebben een hele sterke impressie achtergelaten voor 24 januari. Maar vervolgens hebben ze nog niet allemaal kunnen waarmaken. Alles onder de 200 daily moving average is bearish en kunnen we meer downside verwachten. Dus we moeten vanavond of vandaag ergens dit zien omkeren. Dus dat daarvoor. De dollar, niet heel erg sterk voor de aandelen en voor crypto. Dus eerder deelde ik dit ook al. We hadden hier een mooie daling naar beneden. Een mooie breakout. Dit lijkt nu een fake-out. En we zitten dus inmiddels weer in die driehoek. Bearish zou zijn als we dus ook vanavond verder naar boven uitbreken. Dan verwacht ik ook dat we richting de $30.000 kunnen gaan voor Bitcoin. En eventueel ook dieper. Want we zien ook dat er een futures gap zit. Nog tussen de 23.685 en de 26.600. Dus dat is zeker mogelijk. En dat betekent dus, als we ook de dagelijkse erbij pakken, dat Bitcoin een goede daling zal gaan krijgen. Dus vanaf hier, als we naar de 30 gaan, dan heb je 17% te pakken. Gaan we naar de support op de 28.600, dan heb je een 25% te pakken. En als we die gap gaan vullen, dan zit je op 35% te kijken. Dus dat is nog een flinke daling. En als je een echte hodler bent, dan maakt het je waarschijnlijk niet veel uit. Maar dan kijk je deze video's misschien ook niet. Maar als trader wil je er zeker niet meer in zitten. Ook niet met je hodlportfolio. En wat Bitcoin ook doet, we zagen in ieder geval bij de altcoins dat die bijna twee keer zoveel teruggaven. Dus zelfs als we slechts naar de 30.000 zullen gaan, dat is 17%, dan zullen de altcoins nog 1/3 van hun waarde met gemak kunnen gaan verliezen. Goed, dus we zien hier in ieder geval wel de bounce. Dus we hebben hier inderdaad, zoals ik maandag zei, een tijdelijke bodem. Maar goed, de bounce is nog niet zo heel erg sterk. 0,5 Fibonacci hebben nu aangetikt. Ik hoop dat we nog richting de Golden Pocket kunnen gaan. Rond de $39.500 tot de $40.000 ongeveer. En dat is toch ook wel een mooi moment om in ieder geval tijdelijk wellicht je portfolio te verlaten. Je kunt ook op de bounce, op de lage timeframes, ook je stoploss verhogen natuurlijk. Want voor hetzelfde geld krijgen we dit vanavond. Maar goed, niemand die het zeker weet. Dus maak ook gewoon je plan daarin. Onder de 32.800 wil ik er zelf ook niet meer in zitten in ieder geval. De lage timeframes. Dus we hebben hier wel een mooie trade uit kunnen halen. Die zit nu ook in de plus. Dus eerder hadden we een mooie, even kijken,
kwam die terug alleen maar naar de 0,382 Fibonacci trouwens. Dus dat is niet heel veel gevuld. Maar we zien dus dat de koers in ieder geval hier bullish is. Het volume is wel afnemend terwijl we naar boven gaan. Ook dat is niet heel erg sterk. En we zien ook dat de koers hier rond de 200 moving average op de 1 uur en die $38.000 inmiddels op dit moment ook wordt afgewezen. Dus dat is de eerste sterkere weerstand voordat we door kunnen schieten richting de golden pocket in ieder geval. Dus hier ook nog niet heel erg sterk eigenlijk. En wellicht is het ook gewoon, dit is meer consolidatie. Dus we bewegen eigenlijk wel iets omhoog. Maar heel veel doet het niet. En het volume is aflopend. En het lijkt er gewoon op dat ook deze markt aan het afwachten is tot de meeting van vanavond. Goed, wil je ook leren traden? Dan kun je natuurlijk een kennismakingscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je het zelf kunt doen. En als je meer wilt leren, kun je natuurlijk de volledige cursussen doen. Deel 1 en deel 2 gaat vooral in op het hefboom effect. En je kunt ook een weekje meekijken in de premium Discord groep voor meer trades. Rechtsbovenin vind je een link naar een FTX review, waarom ik de beurs graag gebruik. En je krijgt daarbij ook een referral link met 5% korting op de trading fees voor de rest van je leven. Maandag, woensdag en vrijdag kijken we naar de verzoekjes van de Discord members van de Crypto Insiders en dinsdag en donderdag van alle kijkers. En vandaag is woensdag, dus we kijken naar die van de Crypto Insiders. FTM. Dus in de laatste video volgens mij hadden we hier een potentiële double top. Die werd geïnvalideerd toen er een nieuwe high werd gemaakt. En daardoor er was ook een potentiële cup and handle te zien. Maar dat is dus ook een fake-out geweest hier. Ook van deze grotere symmetrische driehoek eigenlijk. En dat is ook vooral omdat Bitcoin dus roet in het eten gooide. Dus niet heel erg sterk. We zijn daarbij wel doorgegaan richting de neckline van die eerdere double top. En dit is ook gewoon een supportpunt, dus die hebben we inmiddels aangetikt. En wat we nu zien op de lage timeframes is in ieder geval een potentiële double bottom voor Phantom. Dus we zien hier een linkerbodem, een rechterbodem, de neckline op de $2.30. En die wordt nu gehertest na een afwijzing van de 200 moving average en de 50 moving average. Ook hier zie je dus eigenlijk qua moving averages een cluster van weerstand waar de koers dus op dit moment niet doorheen gaat. Best case scenario is dus de support houden van die 230 en dan kunnen we een mooie bounce krijgen. En de target voor deze double bottom, dat is dan ongeveer net onder de golden pocket op de $2.71. En dat valt ook samen met deze weerstand hier zo. Dit was de best case scenario en als we deze support hier verliezen, bearish afwijzen, dan zie ik eigenlijk de koers weer teruggaan naar de onderkant van de grotere symmetrische driehoek. En dan kom je in ieder geval rond, nou, afhankelijk van hoe snel het gaat, rond de $1.50 uit $1.54. Dus dat voor Phantom. Nog sterker dan sommige andere altcoins. Maar het is even afwachten of die neckline hier dus support houdt. En daarna kun je er dus een trade uithalen. Dus dat voor Phantom. Even kijken, dan gaan we kijken naar Matic. Dus in de laatste video van Matic geloof ik hadden we een head and shoulders. Die is inmiddels dus ook naar beneden uitgebroken. De eerste target, de daily 200 moving average, die is gehaald. De volgende target ligt nog steeds op de 93 cent. Maar ook op Matic zien we dus consolidatie. En ook hier eigenlijk dus dat negatieve. Zolang die 200 moving average support is, dan zie je dat er eigenlijk een goede bounce is. En we zijn nu onder die 200 moving average gevallen. En zolang we daaronder blijven, hebben de bears de overhand. En kunnen we verwachten dat we richting de 93 cent gaan. Ook die eerdere bear flag is overigens naar beneden uitgebroken. Maar ook dat is een fake-out geweest. Net als bij Bitcoin dus. Het volgt ook al een relatief sterk Bitcoin. De weerstand is op dit moment 1,61. Kunnen we daar boven komen, dan kijken we in ieder geval weer richting de volgende weerstand op de $1.77 tot de $1.92. En die ene valt ook samen met de 0,5 Fibonacci. Maar goed, bearish afwijzing. En dan verwacht ik in ieder geval dat we door kunnen gaan richting de 93 cent. En zeker als we Golden Pocket verliezen, de $1.43 hier, dan kun je ervan uitgaan dat we die head and shoulders target gaan bereiken. Dus ook Matic nog niet heel erg sterk op de korte termijn. En als laatste gaan we kijken naar VeChain. VeChain heeft dus ook een goede domper gemaakt. Er was potentieel een double bottom aan het vormen hier. Die is gefaald uiteraard.
dankzij Bitcoin. De descending broadening wedge die heeft wel goed uitgespeeld. Die heeft vrijwel zijn technische target behaald. Maar ook hier hebben de bears de overhand. Dus we hebben een goede downside. Ja, maar tenminste een goede downtrend gehad ook. En als dit bijna geen downtrend, dit is gewoon een waterval naar beneden. Maar ook hier lijkt de koers van VJ, net als andere altcoins, te stabiliseren. We zien op de lagere timeframe zie je potentieel een inverse head and shoulders, linkerschouder, hoofd, kleine rechterschouder. Maar die heeft inmiddels de neckline doorbroken en die wordt op dit moment ook gehertest. 12 EMA is in ieder geval nog support en bij een goede, tenminste als de koers hier dus bevestigt en weer omhoog beweegt, dan zal de eerstvolgende weerstand in ieder geval hier rond de 0,059 zitten, wat ook de 200 moving averages en potentieel kunnen doorschieten richting de golden pocket op de 0,063 tot de 0,064. Hoe dan ook, veel zal afhangen van wat we vanavond krijgen. Groene cijfers voor Bitcoin betekent ook een verdere bounce voor altcoins in ieder geval. En tot die tijd kun je zeggen, nou, ik ga de altcoins gewoon traden. De setups die we net besproken hebben of andere setups die je ziet. Maar wees je er bewust van, Bitcoin kan absoluut veel eten, of roet in het eten gooien. En de traditionele markten ook natuurlijk. Ik zou zeggen, happy trading. En tot morgen kijken we wat de schade is. En in de Premium Discord groep zal ik er vanavond natuurlijk achter zitten om updates te geven. Tot morgen!